Eindelijk. We moeten ervoor zorgen dat er expertisecentra komen waar deze kinderen direct terecht kunnen. Eindelijk zijn de eerste stappen gezet op weg naar een betere jeugdzorg. En komen er meer specialistische centra voor jongeren met complexe problemen. Het idee is dat verspreid door het land een aantal centra komen waarbij verschillende expertises, nou, zoals de heer Klavert schetste, onder één dak aanwezig zijn. We hebben hier zo lang voor gestreden. De wachtlijsten in de jeugdzorg, dat kan echt niet. Want iedere dag wachten kan te laat zijn. Zorgen dat mensen met zware problemen met spoed geholpen kunnen worden, is toch wel het minste wat we hier moeten regelen. En voorzitter, ik vind het te gek voor woorden dat ouders en jongeren zelf moeten googelen naar behandelplekken. En wil de minister er zorg voor dragen dat dit soort expertisecentra er gaan komen en die ook alsjeblieft haast meemaken. Samen met jongeren, samen met ouders en met jeugdzorgmedewerkers. Ik ben heel blij dat die expertisecentra er toch doorheen zijn gekomen. Er is een doelgroep die heel erg onzichtbaar is, maar toch wordt benadeeld. Dat je eerst bijna moet sterven voordat er eigenlijk pas gekeken wordt naar, goh, misschien is er echt wel wat mis. Ik denk dat expertisecentra een hele grote bijdrage kan leveren aan het leven van heel veel beschadigde mensen. Dat er straks voor deze groep wel passende hulp is. Ik ben hier om samen met mijn collega's op te komen voor de jongeren. We kunnen onze cliënten niet de hulp geven die ze nodig hebben. Er zijn zoveel jongeren die dit heel erg nodig hebben. Ik gun het niemand om zo vast te zitten als dat ik heb gezeten. Er is nog zoveel mis, maar ik ben zo blij met deze stap. En we weten ook dat we er nog lang niet zijn. Dat er heel veel moet gebeuren om de jeugdzorg echt te verbeteren. Maar de eerste stappen die zijn al gezet en wij blijven doorgaan. Samen met jullie.